Matten de Moes is in Skwalle in sliep van. Als hij wekker wordt, is de klas vol met bandjes. Oh, hoe zoen ze mijn verfje? Wij mooi zulke grote eren? Oh, wacht je. Ik zal heel stil even zijn. Matten komt dichterbij. Hij zucht naar de tekeningen van de band. En wij van die grote eren? Wij van die grote eren? Dat vind ik stom. Matten komt nog dichterbij. En dan... Ah, jakkes! Jakkes! Ik krijg weer de pootjes! Bah! Ach, wat is dat? Ah, ja! Nou ben ik mijn pootjes heel doorreed. Ik ga hier de verf stieken. Wat viel dat nu voor? Matten rent heen en weg. Die verven die mat van zijn pootjes al. Och, heden. Hij rent samen over het papier van de bijen heen. Op het papier komen al je rode muizenpootjes. Matten wipt er van het papier al. Hij rent maar smarige pootjes over de vlierpuzzel heen. Oh, wat je dat mal. Efter een grote tonne bleef de moes steen. Master rint door de klasse heen. Bij het verven bleef er steen. Maar wat is dat nou? Wat staat er op die tekening? Dat is net een moes. Wat hast nou in, Riemer? Dat is toch net een moes? Dat heb ik net in, Master. Ik heb een nieuwe wetter. En doe we het samen zijn. Ik had echt net in. Dat is nu weer. Eerst die blokken toer en nou dit weer. En net in had het in. Het spookertje zeker in de klasse. Maar dat is nog net alles. Als Master bij de vlierpuzzel komt, worden zijn egen heel groot. Wat zucht er daar? Nou, maar dat net malder. Die hele puzzel die zit hier onder de rode verven. En net Ian had dat dien verzeld? Allebei een schotje van nee. Master is er nou heel wis van. Er zit een spook in Skwalle. Matten zit nog even de tonnen. Op het tonnen zitten plaatsjes van fruit. Matten snuift. Wat roekt er daar? Ik roek appels en bananen en cheese. Cheese. Oh, daar heb ik wel zin in. Oh, en al dat lekkers, dat zit je vast in de tonnen. Het ondogenske moeske kroept in de tonnen. Hij biedt een stik uit een rode appel waar. Hij eet lekker van een gele banaan. De cheese gaat heel dol op. Zo. Nou, dat weer lekker. Master liet de bijen opromje. Ze zitten even letter in een roente. Nou, pak je een fruit maar, jongens. Riemer, deel het maar even uit. Matten zit heel stil onder in de tonnen. Riemer deelt alles uit. De ton is leeg. De bijen mag nou eten van Master. Maar och heden. Master, daar heeft hij van mijn appel eten. Master, mijn bananen zijn stop. Master, mijn cheese is wat. Ik haal mijn nocht van die spookerij in Skwalle. Hij pakt de lege ton en hoort die op een kop. En waar roegelen ten op een vlier? Au, au. Matten de Moes. Hij draaft de klas uit de gang terug het plein op naar zijn holtzita. En Master zei... Daar gaat het spook, jongens. Het viel maar een liedje. De bijen met een laadje. En even later werken ze weer verder over de moes. Morgen is Matten de Moes er weer. Nog een lekker koesje. Ont morgen.